Verschillende Tweede Kamerleden hebben donderdagavond een innovatiemanifest ondertekend. In dat manifest zijn verschillende speerpunten voor economische en innovatieve ontwikkeling opgenomen voor de regio Nijmegen, Arnhem en Wageningen. Het manifest werd gesteund door CDA, PvdA, D66, GroenLinks, VVD en de SP. En ondertekend tijdens een bijeenkomst op het Novio Tech Campus. De regio Arnhem, Nijmegen en Wageningen heeft veel kracht in zich om verder te groeien en zo de regio en de Nederlandse economie vooruit te helpen. Het is daarom van belang dat de overheid in Den Haag zich meer bewust wordt van de potentie in deze regio. Over dat thema werd gedebatteerd door de verschillende afgevaardigden uit Den Haag. Het debat werd geopend door burgemeester Bruls van Nijmegen.